Goeiedag. We hebben nog steeds te maken met een licht wisselvallige periode en vooral een koele periode voor deze tijd van het jaar. Al enige dagen ligt de temperatuur ruim onder het langjarig gemiddelde voor juni en ja, de komende tijd verandert daar niet zo heel veel aan. Zo nu en dan zit er wel een mooie dag tussen, zoals vandaag regionaal het geval was. En ook aanstaande zondag hebben we vrij veel ruimte voor de zon. Maar tussendoor valt er ook zo nu en dan een bui en met name het noorden van het land is daar de eerste dagen gevoelig voor. Nou, intussen heeft vooral het rivierengebied nog te maken met hoge waterstanden. Een flinke hoeveelheid regenwater, afkomstig uit Midden- en Zuid-Duitsland, dat is daar de afgelopen week gevallen, is nog onderweg naar ons land en dus zal er aan de waterstanden de komende week niet zo heel veel veranderen. Bovendien krijgen wij zelf ook met steeds meer buien te maken. Nou, dat heeft te maken met een sturend lage drukgebied boven Scandinavië. Onder invloed daarvan staat een meestal noord tot noordwestelijke stroming met de aanvoer dus van koele lucht en in toenemende mate ook een steeds grotere buienkans. En niet alleen bij ons is dat zo, maar in een groot deel van West- en Centraal-Europa is het komende week wisselvallig zomerweer met van tijd tot tijd stevige buien en echt veel regen. Nou, dat zien we ook mooi terug op de luchtdrukafwijking voor komende week. Dat sturende lage drukgebied ligt nog steeds boven Scandinavië, maar vormt als het ware een gordel van lage druk helemaal tot het Middellandse Zeegebied. En dat zien we ook mooi aan die blauwe kleuren. En in dat hele gebied is het dus wisselvallig met veelvuldig kans op buien. Een hoge drukgebied zien we terug, ver op de oceaan. En dat is ook mede de oorzaak ervan dat bij ons zo hardnekkig die noordwestenwind blijft waaien. Dan kijken we even naar de temperatuur op een hoogte van 1,5 kilometer voor komende week. En dan zien we dat vooral boven de Noordzee en Noordwest-Europa zich een behoorlijke koude luchtbel bevindt. Die ook langzaam onze kant op schuift en ons dinsdag en woensdag gaat bereiken. En zelfs bij ons komt de temperatuur op 1,5 kilometer hoogte dan rond of zelfs iets onder het vriespunt uit. En dat is toch wel vrij opvallend voor deze tijd van het jaar. Want dat is zeker geen jaarlijkse aangelegenheid. In de loop van volgende week loopt de temperatuur op die hoogte dan langzaam wel weer een klein beetje op. Puur door de zonkracht. De koude noordenwind wordt dan langzaam wat afgesneden. En dan puur op basis van de kracht van de zon warmt het dan geleidelijk wat op. Maar dat levert echt nog geen hele hoge temperaturen op. Waar dat wel het geval is, is op de rand van de kaart boven Zuidoost-Europa en Oost-Europa. Daar is namelijk sprake van een zuidelijke stroming aan de oostflank van het lage drukgebied. En daar bevindt zich de echte warmte, zeg maar gerust zelfs de echte hitte. Want daar wordt het op veel plaatsen 30 en zelfs vaak meer dan 35 graden. Nou, dat is bij ons uiteraard voorlopig niet aan de orde. We zien ook mooi op deze kaart waar de warmte zit. In die opgaande tak van de straalstroom, zoals we dat ook wel noemen, met die zuidelijke wind en daar dus hele hoge temperaturen. Terwijl wij met de neergaande tak van de straalstroom te maken hebben, onder invloed van de noordenwind en dus temperaturen vrij ruim onder normaal de komende week. Ja, gemiddeld 3 of 4 graden misschien wel onder het langjarig gemiddelde. Dat betekent overdag temperaturen nou tussen de 15 en de 17 graden veelal. En af en toe ook een best koude nacht. Dat zagen we trouwens de afgelopen nachten ook al. Lokaal is het zelfs bijna tot wat vorst aan de grond gekomen met temperaturen op 1,5 meter hoogte van 3 of 4 graden boven nul. Dat is komende week onder deze omstandigheden ook niet ondenkbaar. Kijken we dan even naar de temperatuurpluim voor de komende tijd, dan zien we met name dus halverwege volgende week een dip in de temperatuur. Het wordt dan echt gemiddeld over het land amper 15 graden. In het oosten en zuidoosten zouden we zo her en der nog even de 17 graden kunnen aantikken, maar daar blijft het wel bij. Ook de nachten zijn vrij koud met temperaturen van 1 graad of 5 en in het binnenland lokaal dus nog 1 graadje minder dan dat. Kijken we wat verder, dan zien we op de lange termijn dat die noordelijke stroming dus wel langzaam wat eruit gaat. En dat betekent dat met de huidige zonkracht en de lange dagen de temperatuur overdag met name wel wat gaat oplopen naar gemiddeld dan 1 graad of 20. Qua neerslag, ja, dan begint de periode dus overwegend droog met vooral zondag een vrij mooie dag. Dan is het overwegend droog met flink wat ruimte voor de zon. Maar in de nieuwe week krijgen we dus met dat lage drukgebied te maken en dat levert opnieuw een wisselvallige periode op. Met een vrij grote kans op buien, vooral maandag en dinsdag zal dat het geval zijn. En richting volgend weekend is de buienkans ook vrij groot. En met die iets hogere temperaturen zouden er dan echt zo nu en dan wel een paar stevige buien bij kunnen zitten. Met ook kans op onweer en veel neerslag binnen korte tijd.
Het neerslagplaatje gemiddeld genomen ziet er komende week zo uit. Bij ons een overschot aan neerslag. Er valt dus iets meer dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. En dat geldt eigenlijk voor een groot deel van Europa. Met name ook richting het Alpengebied. En dus op de grens ongeveer met die koele en die hele warme lucht. Daar vallen veelvuldig zware buien. Nou, daar hebben wij niet mee te maken. Wij zitten meer met wat minder zware buien die afkomstig zijn vanuit de Noordzee en gelinkt zitten aan die koude luchtbel op wat grotere hoogte. Kijken we dan naar de derde week van juni, dan zien we dat er wel iets gaat veranderen. Die gordel van met lage druk boven Europa neemt langzaam wat af, ligt hier nog wel, maar de kleuren zijn neutraal in deze periode. Dat betekent zeker niet dat het de hele periode stabiel zal zijn. Er blijven buien vallen en met die oplopende temperatuur kunnen dat zo nu en dan best wel zware buien zijn. En dat levert dus ook weer meer neerslag op waarschijnlijk dan gemiddeld in deze periode. Maar we zien langzaamaan met name op de oceaan ook een signaal voor hogere luchtdruk wat dichterbij komen. Nou, aan de temperatuurafwijking verandert nog niet zoveel. De warmte zit eigenlijk opgesloten boven Oost- en Zuidoost-Europa. De grens ligt ongeveer boven Midden-Europa. Zo grofweg van Italië richting oostelijk Scandinavië. Langs dat grensgebied, daar bevinden zich waarschijnlijk de zware buien. En ook van tijd tot tijd zwaar onweer. Ten westen daarvan, richting ons, temperaturen nog altijd beneden het langjarig gemiddelde. Al neemt de afwijking wel iets af en dat betekent dat de temperaturen wel wat hoger zullen uitkomen. En gemiddeld dus nou toch wel een graad of 20 à 22 kunnen bereiken. Zeker in het binnenland zal dat het geval zijn. Mochten we zo nu en dan in deze luchtsoort een heldere nacht krijgen, ook al zitten we in deze periode met de kortste nachten van het jaar, ook dan kan het nog wel eens flink afkoelen en misschien wel met minima van een enkele keer een graad of 5 à 6. De laatste week van juni, dan zien we dat hoge drukgebied nog wat dichterbij komen. Reikt dan inmiddels al tot de Britse eilanden en misschien ook wel tot de Noordzee. Daar zit nog wat onzekerheid in. En afhankelijk van hoe dicht dat lage drukgebied onze omgeving nadert, wordt het dan wat droger, wat stabieler, met meer ruimte voor de zon. Maar ja, de positie van dat lage drukgebied laat nog steeds vooral noordwestenwinden toe. En dus verandert er aan het grootschalige plaatje niet eens zo heel veel. Ook dan zien we nog steeds een gebied met lagere temperaturen dan gemiddeld boven onze omgeving liggen. En ook ten zuiden en zuidoosten van ons. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook Frankrijk voorlopig aan de koude kant blijft voor de tijd van het jaar. Natuurlijk zitten er wel eens een paar aangename dagen bij, maar een lange periode met mooi en warm zomerweer, dat is voorlopig gewoon niet aan de orde bij ons. De warmte ligt ook hier nog steeds boven Oost-Europa en Scandinavië warmt langzaam ook een beetje op, omdat dat hoge drukgebied ook geleidelijk wat dichterbij komt. Zelfs begin juli lijkt er aan dit patroon niet zo heel veel te veranderen. Met andere woorden, de komende 3 tot 4 weken moeten we doen met over het algemeen wisselvallig weer. Met name volgende week kan er behoorlijk wat regen vallen op sommige plaatsen. Met temperaturen die voorlopig, in ieder geval in deze juni maand, iets onder het langjarig gemiddelde blijven liggen. Ik wens u voor nu een goed weekend.